Het personeel van Grasalco is huiverig omdat hen het gevoel bekruipt dat er ontslagen zullen volgen. De directie brengt wijzigingen in werkschema's van het personeel op Royal Hill zonder dat af te stemmen. Nu dat gebeurt weten we niet wat er zal volgen, zegt Claudette Etnel, voorzitter van de bond bij Grasalco. Etnel wijst erop dat de directie eerder heeft gesproken over het afvloeien van werknemers. Echter bleek dat er mensen in dienst worden genomen. Dus je wil afvloeien, maar je neemt in dienst. Nou, natuurlijk partijloyalisten. Maar dat gaat niet gebeuren als er al werknemers zijn die toch jaren daar werken met toch ervaringen. En nu blijkt dat je een pilot gaat draaien voor een maand op Royal Hill. En je weet niet eens wat het pilot inhoudt. We weten niet hoe de selectie heeft plaatsgevonden van de werknemers. Waarop is er gelet? Wat wil men bereiken? Vanmorgen ga ik daar en ik hoor van de werknemers. Het zijn jongens die geskild zijn. Operators, maintenance mensen, elektriciën. En ze moeten hier in de stad komen om terrein gaan opruimen. Dat kan misschien. Maar om een terrein je maar ruim op. Dat is het één. Twee. Als die mannen hier zitten van 7, 8 tot 4. Is de groep die daar nu is, moet nu 12 uur werken. Als overkoepelende organisatie zegt de vakcentrale C47 dat bij de heractivering van de bond er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de directie. Het gezamenlijk doel was erop gericht het bedrijf draaiende te houden, zodat de werknemers kunnen voorzien in de behoeften van zichzelf en hun gezin. C47-voorzitter Robbie Berenstein vindt het dan ook opmerkelijk dat de directeur nu zijn eigen weg opgaat. Het gaat om wijziging van werktijden. Mensen horen plotseling van het een op het andere moment dat ze in plaats van 2, 3 weken in het bos moeten blijven. Weet je wat voor effect dat heeft op de menselijke gezinssituatie? Ja? Kijk, die ervaring hebben we bij verschillende bedrijven al. Toch? Dus als hij een beetje weet van zaken had, hoe dit soort dingen verlopen, had hij juist die vakbond omarmd om samen dit soort dingen uit te voeren. Maar nu gaat dat ding echt richting escalatie. Want we gaan het niet pikken, ja toch? En de werknemers gaan het ook niet pikken, dat is op die manier worden behandeld. Na het gesprek met de directie, ja, hebben we inderdaad een aantal zaken meegenomen en op basis van die informatie die we hebben uitgewisseld, dan verdiende hij echt het voordeel van de twijfel. Toch? Maar echt waar, als hij zo omgaat met de vakbond, met zijn werknemers, dan vinden we dat het iemand is die daar niet thuis hoort. De bond heeft op 24 maart een brief gestuurd naar de president om te praten over de continuïteit van Grasalco, welke tot op heden niet is beantwoord. Ook bekruipt Etnel het gevoel dat de bond niet wordt geaccepteerd. Dus bij deze doen we nogmaals een beroep op de president om daarin te grijpen. In ieder geval laat hij ons ontvangen om te komen praten over hoe verder met dat bedrijf. Want dat bedrijf is niet van meneer Rozenhout. Het is ook niet van de president, het is van niemand, het is van het Surinaamse volk. En wij willen, zeker als vakbond, daar het maximale uithalen. We leven nu accepteren, bond, dat we leren zijn naar wet. Want nu is hij totaal in overtreding met al die dingen die hij nu gedaan heeft op Royal Hill. Is al een overtreding op arbeidswetgeving. En we gaan ook een schrijven richten aan het arbeidsinspectie. Om daarna te gaan kijken naar die 12-urige tijden dat ze hebben ingesteld voor de werknemers. Ten tweede, je dient met de werknemer in overleg te treden als je hem gaat overplaatsen. Je mag, maar treed in contact met mij. Laten we zitten om te kijken, ga je kunnen, wat zijn de mogelijkheden? Want je bent de directeur, maar je overziet niet alles. De bond heeft graag dat er besluiten worden genomen in overleg met het personeel.
Zoals de directie nu zaken aanpakt, zal dat volgens de bond voor grote problemen zorgen.